Zoals jullie horen ben ik een West-Vlaming en ben ik hier door de liefde terechtgekomen. Zowel de liefde voor mijn vrouw als de liefde voor onze medewerkers. Wij willen een maatwerkbedrijf. Wij zetten dus in op het tewerkstellen en ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Elke dag in alle mogelijke industriële processen. We zijn dit jaar geslaagd voor ons tweede jaar VOCA VCDO, duurzaamheidscharter. Momenteel gaan we dus het derde jaar en we hebben weer een hele reeks actiepunten die we willen verwezenlijken, wat dat perfect past binnen ons SDG-verhaal. BWAL heeft heel veel inspanningen geleverd voor het milieu en levert dagelijks nog heel veel inspanningen voor het milieu. Dus we hebben hier bijvoorbeeld ook een tongeren, hebben we op het dak 576 zonnepanelen gemonteerd. We hebben ook recuperatie van regenwater voor onze sanitaire installaties. Daarnaast hebben we ook de buiteninrichting, we hebben grasdallen, we hebben een bloemenweide, we hebben de aanplanting van bomen voorzien. Een van de acties die we doen naar onze mensen toe is ze zorgen dat ze met de fiets naar het werk komen. Zo bieden we fietslease aan en ook de kilometervergoeding daarbovenop, zodat dat ook financieel voor hun een interessante actie is. Naast deze technische ingrepen zetten we ook heel hard in op bewustwording van onze mensen, zodanig dat ze de acties die we hier op BWAL voeren ook thuis kunnen inzetten om hun energieverbruik thuis ook omlaag te brengen. En zo de energiecrisis toch ook wel het hoofd te bieden. We zouden heel fier zijn om deze prijs te halen, want we doen enorm veel inspanningen rond milieuduurzaamheid. Het zou heel leuk zijn als BWAL de prijs vindt, omdat dat vooral een kroon op het werk zou zijn voor al onze medewerkers die dagelijks heel veel inspanningen leveren voor het milieu. En het zou een boost van je welzijn zijn voor al onze maatwerkers, indien wij deze Climate Awards zouden kunnen winnen.